is vandaag zaterdag en het is al 4:15. Want ik heb vandaag vooral geoefend met school. Want ik heb aankomende week toetsweek, dus de CITO. En daarvoor wou ik graag even oefenen. Dus dat heb ik gedaan. We gaan de paardjes zo longeren. Ja, dat zeg ik goed. En even die stapbolen zetten. Dat soort dingetjes. Nou, ja. En we gaan vanavond naar de film toe. Nou, we zijn in het paddock. Ik ga longeren met alleen een touwtje. Tess die gaat doen wat ze van Steve geleerd heeft. Dus ik laat de camera gewoon aanstaan. Kan je een beetje meekijken. En Verona heeft nog niet zo zin om te luisteren. Dus Tess doet beter dan ik. Maar, ach, Verona moet een beetje bewegen. Ze is tenslotte al bejaard. Paardjes gelongeerd. Ze waren wat. Drukjes. Oh, ik wilde meer zeggen vrolijk. Ja, ja. Want Bloem die schokte het ergens van. Volgens mij was het allemaal wel jolig. En dacht ze, ik wil lekker wat ik zin heb in plaats van uit dus luisteren. En dat dacht Vrona ook. Je hebt wel eens van die dagen. Op sommige momentjes luisteren ze wel. Ja, bij mij ging het op een gegeven moment ook goed. Dus dat is heel prima. Dus vandaag was een korte paardendag. Hebben we andere dingen gedaan. Je hebt geleerd, ik heb gewerkt. Dus soms is het aannemen zoals het is. Als je maar zorgt dat ze voldoende eruit komen. Ja. Bij Verona kan je ook niet anders, want anders kan je niet terecht. Ja. Dus dat is niet zo prettig. Wij gaan naar Frozen 2. Die is al niet eens meer in Pathé, dus we moeten naar Urenflop. Maar dat is weer wat anders. En dan morgen heb jij een wedstrijd. Het is vandaag zondag. En vandaag heb ik mijn 2-weken-proefje van Lonely. En het enige weekje dat ze thuis is. Dus ik heb al tips gekregen van de juf en mijn moeder ook. AXC binnenkomen in arbeidstrap. C op de linkerhand. Twee proefjes gedaan. De eerste ging echt super goed. Toen liep ze het hele proefje een soort aan de teugel. En ging ze wel een beetje langzamer dan normaal. Maar volgens mij is dat beter dan als Speedy Gonzales. En het tweede proefje was er echt een beetje. Het eerste stukje ging nog wel. En daarna dacht ze echt, nou, nu ben ik er klaar mee. Ik wil naar mijn bed toe. Dus ging ze het wat minder doen. Maar ik heb vooral heel veel plezier gehad. Ik ben vandaag 2 keer eerste geworden. Ik had ook echt heel veel concurrentie. Ik was met mijn eentje, met mezelf. Dat was echt te veel hoor. En ik ben 2 keer eerste geworden. En 1 keer heb ik 189,5 en 1 keer 187. En de eerste proef had ik dat puntjes die ik als eerste zei. De tweede proef die ik als tweede zei. Ik heb 1 keer op het verkeerde been gezeten. Het spijt me. Het was een inie mini stukje, maar ik heb er toch op gezeten. En ik ben super trots op ons. Ik ben ook echt heel blij. En ik ga naar huis en verder oefenen met school. Het is vandaag woensdag en ik ben naar school gekomen. Naar huis gegaan en heb lekker met de hond op de bank gelegen. En mijn moeder die was aan het werk of iets aan het doen. Ik dus, ga ik wel voor jullie vertellen. En mijn moeder die kwam pas wat later. Want de osteopaat was geweest voor Blondie. Die heeft haar even losgemaakt. Dus ik moet nu aan sommige dingetjes gaan werken. Met dat ze flexibeler wordt. En we gaan nu naar de manege toe. Want mijn moeder voelt zich niet helemaal bien. Dus ga ik Verontje rijden en vanavond ga ik naar een open avond van een middelbare school toe. Ik heb nu 3 scholen in mijn hoofd. De school waar ik nu naartoe ga, die staat bij mij op nummer 2. En dan zijn er 2 scholen en die staat bij mij. Dat snap niemand, want ik snap niet eens wat je zegt. Oh, nou, dat mag je er dan uitknippen. Jongens, wat gaat de tijd toch snel. Ik heb heel veel wat gegeten. En het is al gelijk 3:00.
het sneeuwrondje. Mijn blondie geknuffeld, ben te geroepen naar de wc gegaan. Ook allemaal belangrijk. En ga ik zo vroontje rijden. Eerst even poetsen en zadelen. Statief wou niet helemaal meewerken. Dus ik kan jullie niet helemaal goed beeld geven. Maar ik ga mijn best doen. Ik was allemaal mooie shotjes aan het opnemen dat ik heen en weer ging, dus van Verona's hostel. Ik heb ook een dingetje van mijn laarzen gedaan. Alleen, ik ben mijn laarzen vergeten. Dus ik ga nu met joppers rijden. En ik heb nog... Nee, die heb ik niet meer in mijn kast liggen. Handig. Ik ga nu met deze prachtige, niet echt, laarsjes rijden. En... Het zit minder comfortabel dan een rijlaars, alleen het is veiliger dan de laarsjes die ik aan had. Gereden. Het ging eigenlijk best wel heel erg goed. Morgen gaat er iets bijzonders gebeuren, want morgen komt de zadelmaker. Het is donderdag vandaag en Suus is er weer met haar hele wagen. Maar Suus, even zoeken, daar. Een beetje aan de voorkant en ik wil je in het midden hebben. Dus wat hebben we ook gedaan? Dat is ook wel leuk om uit te leggen. Wat doen we vaker trouwens? Morgen gaan we nog even een lekker buitenritje maken met Blondie en Verona. En gaan we Blondie weer terugbrengen naar de Arkhoeven voor een tijdje om weer even verder te trainen. Nou ja, dat zien jullie in de volgende weekvlog. Wil je zien wat daar allemaal gebeurt? Moet je de weekvlog kijken.